Minister Albert Jubitana van TCT wil niet praten over de situatie bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Voor de raadsvergadering van morgen gaf hij aan zich op dit moment niet te willen uitlaten over die kwestie. Er is heel wat, kreeg ook net het bericht met betrekking tot de impasse op de padstelling binnen de Raad van Commissarissen. Dus de aandeelhouder zal zich daarover moeten buigen. En dan zullen we zeker met een statement komen. Ja, kunnen we het, kan ik het, zal ik het daarop houden. Dank u wel. Jubitana wilde na zijn korte mededeling niets meer kwijt. Dit terwijl kort voor zijn aankomst bij het kabinet van de vicepresident een situatie was ontstaan met SLM-passagiers, wiens vluchten waren geannuleerd. De meerderheid van de Raad van Commissarissen bij de SLM heeft recentelijk meegedeeld het vertrouwen in president-commissaris Safira Yesrun te hebben verloren.